Ja, als het om donderdagen in het seizoen gaat, zijn deze wel specialer? Ja, zeker. Het zijn altijd mooie donderdagen met zo'n switch om de training heen. En die gasten die er al redelijk vroeg waren, eigenlijk de hele training. En ja, dan al dat vuurwerk. Nee, dat is mooi. Dat maakt een hoop los. Ja, je hebt ze van beide kanten meegemaakt. Dan zit je alweer een tijdje bij Katwijk nu. Ja, is het anders geworden of blijft dat gevoel voor zo'n wedstrijd hetzelfde? Nee, dat gevoel blijft altijd wel hetzelfde hoor. Ik denk dat die natuurlijk nog ietsje specialer is als je ook daar gevoetbald hebt. Maar nee, het blijft een wedstrijd op zich die zo gaaf is. En voor de nieuwe jongens ook zo meteen een mooie wedstrijd om van te genieten. En een fantastische sfeer altijd. Ja, er zijn een hoop nieuwe jongens bijgekomen bij jullie. Ja, wat kan je ze meegeven als het gaat om zo'n wedstrijd? Ja, jij hebt al veel ervaring in de derby. Ja, gewoon rustig blijven en je ding doen en niet anders doen dan we normaal ook altijd doen. En natuurlijk is het wel een wedstrijd waar je qua strijd en toch iets extra moet leveren. En als we dat gewoon doen, dan wordt het een mooie wedstrijd. Hoe lekker is het dat er weer supporters van jullie kant mee mogen? Ja, goed. Dat is alleen maar mooi, denk ik. Ik hoop dat het ook allemaal goed verloopt en zodat we het per wedstrijd gewoon weer met meer publiek kunnen doen. Want uiteindelijk is het gewoon mooi als het sportpark aan beide kanten gewoon helemaal vol staat. Met duizenden mensen en dan is het gewoon een fantastisch iets. Ja, wat heb jij liever? Heb jij liever dat je uit kan jagen of thuis voor volle bak? Nou, uit daar winnen is denk ik wel mooier dan uiteindelijk thuis. Maar omdat je dan hier ook weer een groot feest hebt als je terugkomt. Maar het maakt uiteindelijk niet uit. Ik denk je moet ze allebei winnen. Of het nou uit of thuis is. Maar natuurlijk is het wel speciaal als je daar in het Hol van de Leeuw kan winnen. Ja, dan kijken we ook nog even naar jullie seizoenstart. Die van hun is wel beter geweest dan die van jullie. Ja, maar ik denk dat wij qua tegenstanders uiteindelijk best wel een prima start hebben. Redelijk moeilijke tegenstanders gehad die bijna allemaal gewoon bovenin meedraaien. Op een hele matige wedstrijd tegen Jong Sparta. Maar voor de rest denk ik dat we... Ja, natuurlijk wil je zoveel mogelijk wedstrijden winnen, zeker in het begin. Maar denk ik dat de start, voetballend niet, daar mogen we niet ontevreden over zijn. Alleen natuurlijk vind ik wel dat we meer goals hadden moeten maken. Ja, nou misschien zaterdag een goede reden. Ja, kijk, de eerste derby van het seizoen, die hebben jullie al gewonnen. Ja, zeker. Rijnsburg was een goede pot voor uiteindelijk het laatste gedeelte. Maar daar beginnen we heel matig. Krijgen we het gelukkig redelijk op de rit. En denk ik dat we hem mooi hebben meegenomen daar ook. Maar zaterdag moet zeker anders. Ja, durf je al een voorspelling te doen? Ja, het wordt 2-3 en in de 93e minuut een vrije trap van Delian Maatsen. Bedankt en succes zaterdag. Yes, dankjewel. Top.